AZ met Odgaard binnen. Dat kan niet. Het heeft maar even geduurd voor NEC. Want hier meldt Jens Odgaard zich. Hij liet dat in zijn periode bij RKC ook zien. Kerkes. Odgaard. Evjen daarachter nog. Evjen. Reinders kan ook afdrukken. Reinders en zo is het heel gemakkelijk eigenlijk. 3-0 voor AZ. Emme staat erbij en kijkt ernaar. In dit geval bijna in letterlijke zin. Dit ging wel heel gemakkelijk. Reinders die in Europa natuurlijk al veelvuldig het net vond, krijgt dat nu ook voor elkaar in de competitie. En dan is Reinders natuurlijk wel een man met een prima traptechniek. En die legt hem zo weg in de lange hoek voor de 0-3. Kerkes. Kerkes laat de Witte nog van zijn hoofd glijden. Is het 4-1. Mooie kopgoal van Dani de Wit op aangeven van Kerkes. Loepzuivere voorzet van Kerkes op het hoofd van Dani de Wit. En die doet dit heel fraai. Goed. Tadić zit dus ook in het centrum nog niet heel lekker in de wedstrijd. Hier Odgaard, voorlopig de vlag omlaag. Dan scoort hij en de vlag blijft omlaag. De aanname geweldig en in de 51ste minuut de voorsprong voor AZ. Hier de bal, Bessie heft het op. Als je het zo ziet is het inderdaad geen buitenspel. Er gaan een heleboel handen de lucht in. Maar omdat Bessie niet snel genoeg naar voren gaat, komt die bal van Hatzidiakos aan. De controle van Odgaard perfect, de afronding beheerst.